malevolent force, all hatred, all ill will, and all of those who would light the flames of bigotry against those who seek the spirit within themselves. Well, a few years ago, I discovered the legend of Honey the Circle Maker. Honey the Circle Maker. Changed the way that I pray. I started drawing prayer circles around my kids, around the promises in Scripture, around some of the miracles that I was believing God for. That the next 4 weeks could change your life and change the way that you pray. You're going to learn how to pray in a new way, how to dream big and pray hard and think long. You can't just read the Bible. You need to start circling the promises. Listen, start praying wisdom around your kids. Start praying power around your problems. Start praying with faith around your dreams. Your job is not to crunch numbers and make sure the will of God adds up. Your job is to draw circles in the sand. Your job is to draw circles in the sand. So God's word is a living word. En wij hebben een grote verantwoording. En wij moeten ons niets aantrekken, omdat ook zijn er 100 kerken die anders prediken en anders. Die Bijbel moet de maatstaf zijn. Daarom die man, ik heb die man ook geschreven bijvoorbeeld. Ik zeg, lees Openbaring 13, Openbaring 17, 18. Het gaat over de katholieke kerk. In Gods woord is Rome beschreven. Oh ja, en de andere kwam dan zeggen, want ik verwijs elke keer naar de Statenvertaling en naar die oude King James. En dan beginnen ze plotseling, ja, maar die apocryfen waren ook boeken van de King James Bijbel. Ze waren even dus erin. Ik zeg maar, lees zelf die boeken, dan zul je zien, het strookt niet met de rest van de Bijbel. Dit wat de katholieke kerk gebruikt om te zeggen, ja, je komt dan voor een tijdje in een vuur terecht, in een vuurzee, en dan maar
vader jouw achtergebleven voor jouw kind nog heel tegen. Lees je Bijbel. Zo'n mensen zijn totaal in verwarring. En dan nou met internet en alles. Het gaat natuurlijk makkelijk, maar als je openbaringen leest, zul je zien. De paus is de antichrist. En als hij die man het niet is, dan is de volgende het voor zeker. Door de eeuws heen, onze broeders zijn er gestorven. Het staat, laat je even de schrift kijken, zien. In hoofdstuk 7. Ik laat je even zien, hoofdstuk 7 van openbaring. Of eerst een andere schrift. Hoofdstuk 13, vers 7. Hier staat, hetzelfde werd macht gegeven om den heiligen krijg aan te doen. En om die te overwinnen. Hetzelfde werd macht gegeven over alle geslachten, talen en volk. En alle die op aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke naam niet geschreven zijn in het boek des levens des lams dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En dan als we in vers 6 lezen van hoofdstuk 17. En ik zag dat die vrouw, en die vrouw is zo'n symboliek voor een kerk. Als je hier in openbaringen leest, zo die vrouw is voor een kerk. Ze was dronken van het bloed der heiligen. En het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Er zijn er boeken geschreven wat in de middeleeuws gebeurd is door de katholieke kerk. Mensen zoals wij geloven in de Bijbel, in God, in Jezus Christus, zijn vermoord. Ik heb een boek gelezen over, ze hebben ze genoemd, wiederdopers. En als ik gelezen heb, ik had tranen in mijn ogen. Ze zijn vrouwen die in verwachting waren gewoon levende opengesneden, die baby's eruit gehad. Ze zijn mensen die tamen eruit getrokken, terwijl ze levend waren. Ze zijn mensen met duizenden en duizenden gemarteld. Ze hebben die keuze gelaten, of die katholieke kerk, of je gaat dood. Hier staat, ze was dronken van het bloed der heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus. Door al die middeleeuws, door al die tijden en door honderden en honderden jaren heeft men verkondigd dat Rome, dat de paus de antichrist is. En nu is het gewoon een grote broeder en nu is het allemaal goed en wel. Mensen gaan hand in hand samen. Laat jou niet misleiden. Laat jou niet misleiden. De Bijbel zegt ons, wees waakzaam. Die Bijbel beschrijft die kleuren. En als je nu in die charismatische en de Pinkstergemeendes kijkt, dan zie je de kleuren als je apostel worden. Purper, rood, je ziet dezelfde kleuren. Too hard. I am the shepherd and I am the door. I am the good news to the bound and the poor. I am. Dieselfde kleuren van Rome zie je terug in al die kerken. Zo ze gaan weer terug. Die Bijbel noemt het die moeder van hoererij. Een systeem wat was, niet is en weer opkomt. En dit is precies wat gebeurt. En kijk wat die paus doet nu. En niet die paus alleen, die laatste 3-4 pauze. Hoe ze bezig zijn om die wereld, religies en alles bijeen te brengen. Want dan blijft maar één groepje over. Bijbelgelovige, wedergeborene christenen. Die hun knie niet buigen. Maar moslims zijn ook van Rome. Als je geschiedenis kijkt en alles. Daarom volgens mij die man die wat laatst een kerk in Frankrijk omgevallen heeft, heeft een fout gedaan.
Of niet, dan fout het zo waarschijnlijk ook bij een planet hier horen. Maar er zijn afspraken onder hem. Zo alsjeblieft, laat je niet misleiden. Ook is het nog zo geweldig uitzien en nog zo fantastisch. Die Bijbel schreef duidelijk openbaringen. Rome, de paus, de Vaticaan. Dat is maar één plek op aarde. Op zeven heuvelen. Rome. Ik zag, ik was daar, ik heb die dingen gezien. En dit allemaal in de naam van God. Zo alsjeblieft, bij mijn grote opdracht, daarom... Nodig mensen ook uit, zeg niet, oh ja, daar heb ik een boekje of zo. Laat hen weten, hey, wij komen hier samen, het is maar voor een uur, het hoeft geen... Mensen denken, oh, als ik naar een kerk ga, moet ik daar urenlang zitten en alles. Maar dit klopt. Weet je, zoveel is er show, zoveel is entertainment. Oh ja, vannacht, onze buurman, ik was kwaad geworden, want tot om 4 uur ochtends of zo gingen getrommel en gedoe, was weer zo'n feest, man, ik kon absoluut niet slapen. Maar het is hetzelfde getrommel, hetzelfde gedoe, wat in de kerken gebruikt mee. Je hebt gemerkt, zodra die trommels begonnen zijn, het was een... Sam soms heeft die man gezongen of wat, en met muziek een beetje rustiger. En dan begonnen ze die trommels te doen, en je merkte dat kwam een andere geest. Je merkt het, je voelt het als je met Gods geest bent, je merkt dat er iets anders gaande is. En dit is allemaal Gods huis binnengekomen. Gemeenten zijn manipuleerd en blind gemaakt. In Lucas 16. Want kijk, ik zeg maar, gaat dan, als je internet een beetje volgt, dan heb je discussies over tattoos en over dit en over zo. En mensen zeggen, ja, maar dit was het Oude Testament, mocht het niet, was het niet toegestaan om zijn lichaam met zijn ritsen en dit en dat, want het was tot nagedachtenis van dood en alles. Maar Jezus zelf verwijst naar het Oude Testament. Hier in Lucas 16, vanaf vers 19, zie je, het waren twee mensen, een rijke man, die vanaf vers 19, hij was gekleed. Met purper, lijnwand, en hij heeft in alle pracht en praal geleefd. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. En er was een zekere bedelaar met naam Lazarus. Zo die man is zelf genoemd in Gods woord. Wij konden 2000 jaar later nog lezen wat Jezus, hij noemt hem Lazarus. Hij zag, hij lag voor de poort vol met zweren. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. En hij begeerde verzadigd te worden voor de kruiners die van de tafel des rijken vielen. Maar ook die honden kwamen en likten zijn zweren. Desired to be fed just with the crumbs that fell from the rich man's table. More with the dogs came with the sores. Het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in een schoot van Abraham. And it came to pass that the beggar died and was carried away by the angels into Abraham's bosom. En ook de rijke stierf en werd begraven. En als hij zijn ogen de hel open ophief, zijn in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. The rich man also died and was buried. And in hell he lift up his eyes. You think he was buried? He lifted his eyes in hell. Being in torment, he's already being tortured, he's in torment. The flames, the fire, Zo hier zien wij duidelijk. Want heel veel mensen, getuigen Jehovah's bijvoorbeeld, zeggen, oh, als je dood bent, ben je dood. Dat zijn heel wat mensen die geloven niet meer in hel. Als je niet bij God bent, dan ben je gewoon dood. Maar hier die rijke man, zijn ogen gingen open. En hij was in pijnstad hier. Zo hij voelde. Net zoals wij nu voelen, als we ons irgendwas bezeeren, als we ons irgendwo snijden of denken.
dan doet de pijn. Want die man voelde ook de pijn, zo hij was levende. En hij zag Abraham en Lazarus. Hij riep en zei de vader Abraham, omver me mijne. En zend Lazarus, dat hij het ouderste zijn vingers in het water doopte en verkoelde mijn tong. Want ik leid smarten in de vlam. Zo hier spreekt Jezus zelf. Niet Paulus of Petrus. Jezus zelf brengt ons hier dit voorbeeld. Die gelijkenis. Hij zegt, kijk, die man zegt, ik heb smarten in die vlam. Ik heb pijn. He's in torment. He's already being tortured. He's in torment. The flames, the fire. Laat mijn druppel water krijgen. And he may dip just the tip of his finger in water and cool my tongue. Kijk nu, momenteel de zon is fel en we weten, hé, dan ga je even in de koelkast, je haalt iets gouds uit om te drinken met alles. Maar dat was die mogelijkheid niet. Zo, die rijke man was levende. Maar Abraham zei, de kind gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus des gelijks het kwaad heeft. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles tussen ons en u is een grote kloof gevestigd. Zodat hun die van hier tot u willen overgaan niet kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomt. Hij zeide, ik bid u dan vader, dat gij hem zendt op mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigt, opdat ook zij niet komen in de plaats der pijniging. Zo, hier, die rijke man zegt, laat Lazarus dan teruggaan. Laat Lazarus dan uit die doden opstaan en teruggaan om mijn broeders waarschuwen. En Abraham zegt tot hem, ze hebben Mozes en die profeten, dat ze die horen. Zo, hier wordt duidelijk verwezen. Hier, Abraham zegt, ze hebben Mozes en die profeten. We have Moses and the prophets. Let him hear them. Who's Moses and the prophets? They have Moses. Moses and the prophets are already dead. Who's Moses and the prophets? Hij zei, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hun gaat, zij zouden zich bekeren. And he said, nee, father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Abraham zei tot hem, indien zij Mozes en die profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten zeggen. En hij zei aan hem, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Zo hier is duidelijk. Zelf komt iemand uit de doden terug. De mensen zullen het niet aannemen. Daarom hier de Heer zegt duidelijk, zijn Mozes en die profeten. Zo, dit boek is niet om dicht te plakken of een leuk verhaal wat in het verleden allemaal gebeurd is. Dit boek is ook vandaag actueel. This is Moses and the prophets. The Indian Bible. God's word is preserved for the day. If you don't hear this book, if you're not reading your Bible, you don't know these things. You can find yourself in trouble real fast. Zo, als er geschreven is over tattoos, als het in het Oude Testament verboden was. Ik schrijf mensen dan terug en dan krijg je antwoord. Ja, maar God heeft ons ook naakt gemaakt. Maar door die zonde moest man ons lichaam bedekken. Maar nergens staat er, dat we ons lichaam moeten een tatoeage zetten. En piercings, en wat weet ik wat mensen allemaal verzinnen. Dit is uit de boze. Dit is uit de boze. En als een christen zijn, kijk als iemand bekeerd wordt, en hij komt uit de wereld met tatoeage. Ik kan me herinneren, we hadden een jongen in de kerk. But this is church. And some New Yorkers can't seem to get enough of their unlikely pastor, Carl Lentz. I will not say, though I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life, I realize it's sudden death, because I've been left. With his leather jackets and body ink, Carl Lentz looks more like a rock star than the head of a Pentecostal church. It says, the Lord is my shepherd, and I lack nothing. Die man schaamte zich voor zijn tatoeages. Hij heeft altijd, als er niets was, heeft lange mouwen gedragen, zodat die tatoeages op zijn arm bedekt waren. Hij schaamde zich. Ik weet een ander man die kwam, maar ja, die man is uiteindelijk nooit tot bekering gekomen. Maar hij heeft ook een zaterdagshof gehad met 666. Hij zegt, Thomas, ik moet dit verwijderen of ik moet iets anders ervan maken. Ik schaam me ervoor.
Mensen schamen zich. Ze hebben het gedaan terwijl ze zelf omgekeerd zijn, terwijl ze in hun boosheid bezig zijn en alles. Maar als iemand van God echt aangeraakt wordt, dan is hij niet trots, dan gaat hij niet. Laatst was op televisie, op die christelijke zender, want ik wacht nog altijd om op Steve Rijn iets te kunnen zien opnieuw. Er was weer iemand met rasterharen tot hier, vol en vol met allemaal tatoeages, zo zit ze voor de camera's. I wanna sing a little louder than before. Als je bekeerd bent, heb je geen raster. Als je bekeerd bent, teken je tatoeages dicht. Het is altijd verleden, maar je tekent dicht. Je bent niet trots erop dat je de dingen hebt. En dan zijn er discussies onder christenen. The words of the gospel preached behind the buzz of a tattoo needle in Belton today. But I'm telling you, until you allow God to come into your life and to mark you with an ink that can't be marked and cannot be wiped off. Sunday services at LifeQuest Church were anything but traditional. And that's how senior pastor Chris Pinion likes it. So I tell people, look, I want to hold people's attention for the greatest message ever told. And a skilled tattoo artist, and you've got a much different approach to delivering a message of faith. So the idea is, how can we take something that's cultural and integrate it into the church? The Bible beveelt ons hier. God zegt, zijn Mozes en die profeten, zo wat geschreven is, is niet opgeheven. Is niet meer zeggen, oh ja, maar dit is oud geweest. Daarom. Die week dacht ik, is het in Nederland opnieuw. Ze hebben eens bij Johan zijn gay parade, waar allemaal boten over de krachten van Amsterdam rijden met honderden en honderden homofiele mensen helemaal opgemaakt en dit. Maar het erger nog, kijk, dit is de parade, maar aan die kade staan 100.000, zelfs miljoen mensen met kinderen. Allemaal naar deze mensen kijken. Wat doe je dan? Ik en mijn vriendin komen uit Israël. En alle mijn vrienden gingen naar de gay pride in Tel Aviv. Wat wij niet, omdat het is echt porno in Israël. Dus we dachten, oké, we gaan naar Holland alleen voor de gay Euro Pride. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei! Politieke partijen mogen alleen maar meevaren als ze laten zien in hun statuten dat ze gayrechten ook belangrijk zijn. Christen zullen kunnen gaan en zeggen, ik vertel pamfletten en ik waarschuw mensen. Maar wat ben je dort aan het doen? Waarom kijk je naar dingen die een zonde genoemd zijn? Waar God zegt, ik heb Sodom en Gomorra met vuur verbrand. Ik heb jullie vaker gezegd, God zou sorry moeten zeggen tot Sodom en Gomorra als die generatie waar wij nu leven niet veroordeeld wordt. Sodom heeft geen Bijbel gehad. Ze heeft de genade en het bloed van Jezus Christus niet zoals wij nu vandaag. Ze hebben geen waarschuwend voorbeeld zoals wij vandaag. Wij weten wat er gebeurd is toen. En dan gaan je 100.000, zelfs met kleine kinderen, want ze brengen het aan de hoofdnieuws 8 uur 's avonds. Dit is een van de belangrijkste nieuws als die dag is. Dan zie je kleine kinderen staan. Kinderen die normaal een vader en een moeder nodig hebben. En dan zie je man met man zelf zoenen die op de poot dit. En dan, het is waarlijk om te zien. Hier de Bijbel zegt, ze zijn Mozes en die profeten. In het Oude Testament moesten de mensen gedood worden en verbrand worden. Als je goed je Oude Testament leest,
God zegt, die mensen die die dingen doen, moeten gedood worden. En vandaag, als je zegt zo, dan word je opgesloten. Dat zijn nu landen in Europa, als je zo spreekt, dan ben je discrimineerd en die wordt opgepakt. Want die mag zo niet spreken. Ambtenaren die het huwelijk weigeren tussen twee mannen of tussen twee vrouwen, worden ontslagen. Cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.